Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag ben ik hier met weer zo'n lekker videootje. De laatste tijd was zo druk, mensen. Echt, daar werd je bang van hoe druk het was. Maar nu terug met nieuwe video's. We zijn weer helemaal terug. We zijn weer back in fucking business, ouwe. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker. Dan kan je beneden en like deze video. Zoals jullie zien op mijn scherm, echt slecht nieuws. Ik had dus een TikTok gepost. Echt een fucking leuke TikTok was deze. YouTube, als je het ook ziet, dat is niet echt een penis. Nee. Maar hij had dus echt een meer dan een miljoen views binnen heel snel. En toen, remove for adult nudity and sexual activity. Nou, hier word je toch helemaal niet goed van. Wat een onzin, verschrikkelijke onzin. Maar je zou je trouwens afvragen, Koen, wat heb je voor te gekke kleding aan? Ja, nou, moet je even zien, mensen. Ik ben vandaag voor een casual fit gegaan. Zul je afvragen, Koen, doe even een kleine fitcheck aan de kant. Shirt van de Superdry. Broek ook van de Superdry. Mensen, mijn kleding is vandaag gesponsord door Superdry. Dankjewel. Stuur mij een bericht van Koen, wil je allemaal kleding uitzoeken? Zeg ik, ja, dat wil ik wel. Hé, ik heb trouwens een vet ding. Ik heb dus dit leren jack ook van Superdry. Moet je zien. Dit ding is echt fucking vet. Je moet wel bij een zwarte outfit. Van binnen is hij wel een beetje heel rood. Maar ja, dat zie ik ook niet. Dan heb ik dus goed nieuws. Want wil je nou ook van een nieuwe collectie van Superdry bijvoorbeeld allemaal leuke kleding kopen? Dat kan. Dat is een link in de beschrijving. Plus is de code Koen15 gebruikt, krijg je 15% korting. Nou, dat is wel lekker. En dan kan je er net zo drippy uit zien als ik hou. Nou goed, ik heb er wat parels gezien op TikTok. Daar gaan we naar kijken. Zeg trouwens deze bank weer TikTok. Dit is echt een van de leukste TikToks ooit. Maar hij heeft echt niet de love gekregen die je hebt. Milo was dus Roel aan het filmen. En Roel zat in de ijskast. Of in de vriezer. En toen liet hij een scheet toen hij hem opende. Echt f***ing grappig. Optreden. En dat is heerlijk. En het beste wat hier is, we kunnen hier gewoon een ijsje pakken. Wacht. Huh? Hey, een ijsko. Hij liet gewoon een scheet. Dit is toch... Nou, ik snap niet dat mensen dit niet f***ing leuk. Het is echt bizar. Ik vind het zo bizar. Goeiedag. Goeiedag. Ben je echt vertrouwen? Kom je alleen maar één kijken of kom je iets vertellen? Sorry, wij kennen elkaar toch? Nee. Oh. Denk het niet. Waar haal jij het gore lef vandaan? Met de zus van mijn broer. Dat is een raar verhaal wat je nou vertelt, maar de zus van jouw broer zou jouw zus ook moeten zijn. Dat klopt inderdaad. Ik wilde mijn vorige TikTok aanpassen. Hey, ze nakken gewoon mijn trend. Ik word gewoon genakt. Ze zitten gewoon vies. Ik word hier gewoon compleet gestolen. En die van mij wordt offline gehaald en deze niet. Het leven is zo oneerlijk. Het is zo oneerlijk. My first dunk. Ignore my mom's cheering. Is dit niet een nieuwe meme? Dit is een bizarre video, dit. Wacht even. What the fuck? Dames, kun je het maken? Ja. En goed, we beginnen bij de drankjes. Twee droge witte wijn, alsjeblieft. Twee droge pitten. En goed, ga je dat vorige keer doen? Ja, voor mij de linzensoep en voor haar de carpaccio. De carpaccio. Ja, leuk dit. Dit is leuk. Keuze. Wat vraag je? Voor haar. Hey! Hey, Alessio. Ja, met jou? Ja, met jou? Ja, naar mij. Mooi, hey! Hij komt er niet bedankt achter een camera en denkt, kut, mijn vrouw gaat hier niet blij mee zijn. Oh my god, get in my car! Oh my god. Wat een meme is dit. Wat is dit? Ja, leuk. That's crazy. Thanks, Sue. Thanks, Sue. Thanks, Sue. Thanks, Sue. Thank you, Sue. Are you aware that this is a women's meeting? Are you aware that I don't give two shits? Wat is je ultieme fantasie die je werkelijkheid zou willen maken? Qua fucked up fantasie lijkt het mij dus heel gaaf om gekidnapt te worden, meegenomen te worden, ontvoerd te worden in een kooi of aan een chain gehangen te worden. En dan gewoon ja, gebruikt te worden wanneer hun uitkomt voor whatever ze willen. Ze hoeven er ook niet even over na te denken ofzo. Je had me bij iPhones voorkomen. Oh, een bril. Zou dat leuk zijn als ze hier een Hutsholland shirt tussen doen? Ja, leuk. If one thing I know, I'll fall but I'll grow. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong? For thinking that we could be something for real.
Guy DM'de mij. Ik lees alle DM's trouwens. Hij stuurde een link. Ik lees alle DM's trouwens. Stuur me alsjeblieft DM's. Stuur me alsjeblieft DM's. Hoe DM's krijg je op één dag? Ja, ineens mogen je veel. Hoe zou dat nou komen? Hoe zou dat nou komen? Ik heb geen idee hoe dat zou komen. Oké. Okay. You're so hot. Unzip your pants. Ja, leuk. Wat is hier? Gosse man ook! Wat doen jullie hier? Dit is alleen thuis gestuurd. Ik ga gewoon even gezelschap hangen. En ja, ik ben naar bed gegaan. Quinty, waarom ben ik niet verbaasd? Jij bent gif, ben je. Dat ben je. Je bent gif en ik laat mijn dochter niet vergiftigen. Mijn huis uit, ga je? Als dit mijn ouders waren, zou ik me echt schamen. Je zegt altijd gewoon dat je ouders ernaast staan. Wat is dit voor filmpje? What? I actually do cuss a little. Do you? Also, yeah. What's your favorite curse word? Probably fuck. Dit is niet leuk! Dit is niet leuk! Dit is zo niet leuk! Dit is zo niet leuk! Echt, er is niks leuks aan! Echt nul! Echt, je hebt zo weinig humor als je dit zo maakt! Oh, dit is zo niet leuk! I actually do cuss a little. Do you? Also, yeah. What's your favorite curse word? Probably fuck. Oh, ik ga gewoon kapot van niet leukheid! Schurf? Nee. Chlamydia? Nee. Liefde? Ja. Leuk humor. Ik moest echt... bijna lachen. Ik maar en ik ben meteen van jou, dus zeg alsjeblieft wat je... Hij weer, sodemiet erop! It's just a cigarette, and it cannot seem so bad. En de fitcheck, ah. Super dry. Nee, het is duidelijk niet mooi genoeg super dry. Ik heb mijn vette leren jack, ouwe. Yo, I got $5 to the first person who can tell me what president is on the $5 bill. There you go. Alright, I got another one. $5 to the first person who can tell me what president is on the $100 bill. There you go. Alright, last one for you guys. First person to tell me what president is on the $2 bill gets $5. That's incorrect. That's correct, let's go. Mooi, dat is echt leuk, dat wil ik ook doen. Behalve dat je andere mensen filmt die daar helemaal niet op zitten te wachten. Maar voor de rest echt leuk. Hallo allemaal, het is de Bradge hier. Zeg, ik ben door Koen van de Bankzitters, je weet wel. Benoemd in hun nieuwste video. Hij heeft zin in een quadruple The Bradge burger. Nou, weet je gasten, ik weet niet of jullie daar voor openstaan. Ik in ieder geval zeker wel. Dan gaan we die toch gewoon zelf maken. Die toch gewoon zelf maken? Dit is gewoon even een heel simpel oproepje. Als je mij memet en je denkt, Under the Bridge Burger. Nou, dan gaan we die toch maken. Is toch leuk? Joejoe. Waarom word ik hier toch een soort van bang van? Zo? Ik voel me op een manier toch bedreigd. Ik weet niet hoe het komt, maar op een manier voel ik me bedreigd. T-song swinging with the boys at school. With your feet flying up in the air. Singing hey dill dill with the titty in the middle. Let me swing like you just don't care. Ja, ik heb dus, wij hebben dus met Bankzitters ook zulke dingen gekomen, maar dat zie je binnenkort in de Bankzitters video, dat is echt leuk. En niet één, maar twee. Nee. Maar drie. Nummer vijf. Ja, die flared broeken, ja, wel een beetje triest gewoon. Ja, maar daar heb ik nog een goede reet in. She's singing, don't fuck with my... In de dag tekent deze man contracten en de volgende dag staat ze met de kruis in te pompen. Eh, caraca! Caroline, de hero, mail de mond! Mijn voet is pizza, amen en seba! En zei, hoi, hoi, om mail de mond, weli, Caroline, de hero! Kereba hier nog des! Su! En seba! Quebra, joe, man, ligo, nou! Cheer is prima, is de bom, man! Su! En seba, we gaan de Deze is echt leuk. Let's talk about how to put a condom on the correct way. First, both people consent to having sex. And let's talk. Woo! Muziek hit me echt niet, man. Welkom bij de vlog van Ezra. Oké, genoeg van vandaag. Genoeg van vandaag. Mensen, hopelijk vonden jullie het leuk. Vond je het leuk? Laat het even naar je mouw achter. Ik zie jullie bij de volgende video. Later!